De Jeu de Boule Club Le Jetteur knijpt in haar handen. In Schaik is de eerste schop de grond ingegaan voor een nieuwe accommodatie. Ik sta hier bij Le Jetteur, de Jeu de Boule Club in Schaik. Ik sta hier bij Lambert van Breda. Lambert, jullie krijgen binnenkort, of jullie beginnen met een nieuw onderkomen. Mag ik vragen waarom, Lambert? Nou, we zijn een Jeu de Boule vereniging en we hebben op dit moment alleen buitenbanen. Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen, hebben we ook binnenbanen nodig. Dat we het hele seizoen door kunnen Jeu de Boule. Daarbij is ook de bedoeling dat er mensen met een beperking ook de gelegenheid hebben om van deze sport gebruik te maken. Ja. Lambert, straks dan komt hier de wethouder van Landert. Die komt de eerste spade in de grond zetten, geloof ik. Wat voor rol speelt de gemeente hierin? Nou, de gemeente heeft een heel belangrijke rol hierin gespeeld. Wij hebben ten eerste de gelukkige omstandigheid gekregen dat we deze locatie toegewezen gekregen hebben om daar te kunnen Jeu de Boule, maar ook in eigen beheer banen aan te leggen en een gebouw gaan te maken. Nou, daarbij hebben we ook een beroep gedaan op de gemeente voor subsidie, want we kunnen het niet helemaal uit eigen portemonnee betalen. Dus de gemeente gaat daar voor een belangrijk deel ook de subsidie in bijdragen. En dat is voor ons heel belangrijk, ja. Ja. Ik heb ook laatst nog een filmpje gezien waarbij jullie de 100ste deelnemer, de 100ste Jeu de Boeler lid hebben mogen verwelkomen. Ja. Betekent dat jullie nog steeds 100 leden hebben? Of? Nee, we hebben momenteel, ik weet het niet helemaal precies, maar ik verwacht dat we 110 leden hebben. Je zei ook voor minder valide. Hebben jullie nu ook al leden die minder valide zijn? Ja, we hebben al leden met een beperking, er zijn er nog niet zoveel. Maar mensen met een rolstoel, die hebben als eentje momenteel als lid. En er kunnen gewoon meer bij komen. Wij hebben het allemaal laagdrempelig gehouden. Dat wil zeggen echt laagdrempelig qua toegang betreft. Maar ook de spelfaciliteit. De banen liggen maar 7 centimeter lager als de omranding. Dus de afstap naar de banen is heel klein. En daar hebben we dus in belangrijke mate rekening mee gehouden. Oké, je sprak over de nieuwe accommodatie. Daar komen veel binnenbanen. Hoeveel binnenbanen krijg je? We krijgen 14 binnenbanen en daarbij een ontmoetingsruimte, een grote toiletgroep en een entree daarbij. En een bovenverdieping die we voor andere doeleinden ook eventueel kunnen gebruiken. Is het dan niet zo, Lambert, dat je, want je hebt hier buiten 18 banen, geloof ik, hè? Ja. En binnen 14, dan moet je straks veel meer leden krijgen? Ja, nou, we zitten nu eigenlijk al qua baangebruik buiten tot onze max. Maar we hebben daar nog de mogelijkheid straks om daar nog een 6 tot 8 banen neer te leggen. Dus dan komen we ongeveer op 25 banen die we straks kunnen gaan gebruiken. Nou Lambert, ik wens jullie met de hele club vanmiddag een hele fijne middag. Straks met de opening en heel veel succes in de toekomst. Dat komt helemaal goed en we vertrouwen erop. We hebben een mooi aantal leden. We hebben nu dus een extra actie nog gedaan wat betreft een obligaties. Nou, als ik nu zie wat wij in 14 dagen tijd al een obligatie binnen hebben gekregen, we zitten nu al ruim boven de 40.000 euro. Dus dat is een mooi bedrag en dat zegt ook iets over de leden, hoe dat ze achter de vereniging staan en achter ons plan. Oké, hartstikke bedankt. Dank u wel. Wat staat er op het programma vanmiddag? Er worden officiële stukken worden nog getekend. Wim van Zon is onze voorzitter, die is helaas verhinderd en daarom neem ik de honneurs waar voor hem. Maar die is al op het gemeentehuis geweest om de stukken te ondertekenen en voor de verdere rest werken wij het hier vanmiddag af. Dan het belangrijkste misschien, en daar willen we straks onze Lambert voor uitnodigen, want hij is degene die de kar gedouwd heeft. En ja, samen met anderen, met heel veel anderen. Maar hij is ook degene die straks de kar weer gaat trekken. Dus wat dat betreft, Lambert, hang hem maar gerust achter een auto, want je zult nog vaak hier zijn, samen met de hele club. Lambert, dat weten jullie allemaal, dat is de voorzitter van de bouwcommissie. En wij vonden het heel gepast als Lambert dat zou doen. Verder hebben we dadelijk te vieren dat die schub de grond ingaat. We zeggen van hij moet in het zwarte zand, want een bouw begint in het zwarte zand, niet in het witte. Het witte is heel welkom voor ons geweest als boellocatie toen wij hier onze prachtige banen nog niet hadden. Mag ik dan nu het woord geven aan onze wethouder Beumer?
Nou, dank u wel. Dank u wel voor de introductie, de mooie introductie. Ja, als ik aan jullie denk, dan denk ik vaak, wat hebben we toch aan jullie moeten wennen? En ja, in het gemeentehuis, maar ook in de raadzaal waar jullie meerdere malen... Kijk, ik zei het net al, in Frankrijk hebben ze de gele hesjes, maar in Schaik hebben ze de rode hesjes. En ja, jullie hebben wel alles gedaan om het politieke proces te beïnvloeden, om te zorgen dat wij vandaag op deze manier bij elkaar staan. Dus ik zal jullie vertellen dat ik daar ontzettend veel respect voor heb. Jullie met elkaar die droom najagen en dan daadwerkelijk realiseren. Heel veel respect. Het is dat ik aan jullie kan zien dat jullie geen 20 meer zijn. Maar jullie energie, jullie jonge geesten en jullie doorzettingsvermogen, die doen echt anders vermoeden. En ik vind dan ook echt en oprecht en uit het diepste van mijn hart dat jullie een voorbeeldfunctie zijn. Niet alleen voor Landers, maar gewoon voor het Nederlands. Mensen die samen hun dromen waarmaken en erin geloven en het ook realiseren door samen heel hard te werken. En daar maak ik een hele diepe buiging voor. En de buiging was niet zo diep, maar dat doe ik dadelijk nog wel een keer bij de schop misschien. Maar er hoort wel een moment bij. En we hebben nu het formele moment volgens mij. Waarbij we de financiering, de financiële structuur met een ondertekening gaan bekrachtigen. En ook de opstallen en dergelijke gaan regelen. Dat jullie volgens mij voor de komende 30 jaar zeker zijn van deze locatie. En met veel genoegen ga ik dat nu doen. Dankjewel. Ja. We kunnen beginnen. We kunnen ook beginnen met die eerste schub, wat zeggen ze hier? Schub, hè? Ja. Schub de grond in en laten we hopen dat we heel snel de grote schub in de grond kunnen steken. Lambert, mogen wij jou uitnodigen? Ja, graag. Dat ik de eer krijg. Ja, geweldig. Like Marley, have you tricked and you dance like ZZ Jamel. Your clothes are all made by Balmain. And there's diamonds and pearls in your hair. You live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sacha Distel. Yes, you do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. I've seen all your qualifications you got from the Sorbonne.